vandaag op Malieveld. Wat doen we hier zo? Wij zijn aan het demonstreren tegen de invoering van de belastingen voor oldtimers. En waarom wilt u geen belasting voor betalen voor de oldtimers? Waarom wij er belasting voor moeten gaan betalen? Dat heeft meneer Wekers van Financiën heeft dat verzonnen. En dat is waarschijnlijk om de pot te spekken. Een ander idee kunnen wij er niet bij verzinnen. En daarom heeft hij gezegd dat oldtimers weer in het belastingregime gaan vallen. Bent man dat heel veel moet gaan betalen voor deze oldtimer? Dat ik veel belasting voor deze oldtimer moet gaan betalen? Nou, ik niet. Want dit is een oldtimer uit 1974. Het is erg licht van gewicht. Dus ik ga nog een half jaar ongeveer een tientje per maand betalen. Dus dat is overkomelijk. Maar hierachter staat bijvoorbeeld een oldtimer. En die weegt, als ik het zo eens inschat, nou een kleine 3000 kilo. Die meneer, als die nog niet oud genoeg is en hij rijdt op gas, wat zeer waarschijnlijk is, gaat hij iets van 250 euro per maand betalen. Ja, dat kan niet. Dat is niet op te brengen voor een hoop mensen. Dus dat ding gaat of naar de schroot, of hij wordt verkocht naar het buitenland. Of hij wordt geschorst totdat hij oud genoeg is om belastingvrij te zijn. En in die tussentijd beurt meneer Wekers ook niets voor deze auto's. Dus waarschijnlijk schiet hij zijn eigen doel voorbij. Rijdt ze nog veel in deze oldtimer? Deze die gebruik ik erg veel en dat kan omdat die relatief goedkoop rijdt en goedkoop in onderhoud is. En het is geen museumwagen, ik heb hem zelf gebouwd en ik vind het leuk om erin te rijden. Dus ik rijd daar redelijk veel in, maar wel korte stukjes natuurlijk, want het comfort is ver te zoeken. Krijgt u veel aandacht door deze oldtimer? Enorm veel aandacht. Want mensen die vinden het een feest der herkenning. Ze zien de oude wegenwacht zien ze weer rijden. Ontzettend veel glimlachen, groeten. Ik word veel aangehouden en vertel en et cetera, et cetera. Dus. Hoopt u dat genoeg aandacht te trekken met deze demonstratie hier zo? Nou, dat wij aandacht trekken met deze demonstratie is wel zeker, want er zijn al verschillende televisieploegen zijn er langs gekomen. Maar of we het doel ermee bereiken, dat is niet zo zeker. Dank u wel en succes ermee. Dank je wel. Ik zou iedereen willen adviseren, ga even naar je auto en dan gaan we eventjes uit protest toeteren. One thing I know is growing strong.